gegeven moment dan. Dan is het nu zover. Eigenlijk heb ik zin om een beetje te rekken. Eerst samen even koffie doen en dan even wachten en zo. Maar dat zit er natuurlijk niet in. Ik zou u het eerste exemplaar van ons boek willen overhandigen. U heeft het voorwoord geschreven. U heeft een sneaky preview, zo heet dat in het moderne Nederlands gekregen. Het allereerste exemplaar van dit kanaal hele boek willen overhandigen. De jonge generatie, voor wie het allemaal doet, maar je kunt beter zeggen de generatie die er al mee bezig is. Ik wil ze graag op het podium uitnodigen. Anna, Bette en Dirk. Wees welkom op het podium. Hartelijk applaus. Anna, Bette en Dirk. Ja, dat is Anna van 1%. Anna van 1%. Waar maak jij het verschil? En het is een online platform. Voor alle mensen die een goed idee hebben om het leven van mensen en ontwikkelingslanden structureel te verbeteren. En dus ik zou zeggen, mocht u na een heel diep zwart gat vallen, dan kunt u gewoon op de 1% platform gaan. Van Strawberry Earth weet ik en van het Groene Filmfestival, maar je mag het zelf even vertellen allemaal. Ja, inderdaad, Strawberry Earth is begonnen als blog en daarmee inspireer ik een jonge creatieve doelgroep om duurzame keuzes te maken. En dat doe ik door elke dag mijn favoriete nieuwe duurzame ideeën en producten te presenteren. En daarnaast organiseer ik elk jaar een filmfestival, van harte welkom uiteraard. Met de nieuwste en leukste documentaires en films die gaan over duurzame oplossingen. En dit jaar komt er ook een bijzondere competitie bij, de Green Filmmaking Competition. Omdat de filmindustrie ook een vervuilende en helaas verschillende industrie. Er valt nog heel veel winst te halen. Dan gaan we die nu lanceren voor filmmakers om ook op een duurzame manier film te maken. Ik ben jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. En daarbij probeer ik eigenlijk al deze energie en af en toe de bezorgdheid, de verbazing van jongeren over te brengen naar die politici. Af en toe in Den Haag, maar met name in New York, de Nederlandse permanente missie daar, maar ook andere landen. Om duurzaamheid, of het nou een klein project is zelf, of grote social movements, om die ook een beetje te bestendigen en te institutionaliseren in resoluties, in verdragen en in afspraken tussen landen. En dat is wat ik doe. Ik vind dit zo'n mooi plaatje. Jan de initiator, Ruud Lubbers, de aanstichter van alle integratie, kan je zeggen, en de nieuwe generatie. Hier staat duurzaam denken doen. Hartelijk applaus nog een keer.